Paleis Het Loo, 5 jaar verbouwing, binnenkort weer open voor het publiek. Wat kunnen we verwachten? In ieder geval veel marmer. Ja, er is echt een hele mooie grote ondergrondse toevoeging gedaan van 5000 vierkante meter. Waarin we prachtige wisseltentoonstellingen kunnen organiseren, maar ook heel veel van onze eigen collectie kunnen laten zien. En, ja, en tegelijkertijd is het een hele nieuwe entree naar het paleis toe. Dus je komt op vorstelijke wijze als het ware binnen. Wat is er allemaal gebeurd in die 5 jaar? Nou, echt ongelooflijk veel. We hebben het hele paleis, de asbest eruit gehaald. Meer dan 4000 vierkante meter zat erin. Het paleis is opnieuw ingericht, heeft nieuwe routes gekregen. En tegelijkertijd zijn we begonnen met een hele grote uitbreiding onder het voorplein van Paleis Het Loo. En dat heeft 5 jaar geduurd met een prachtige marmeren toevoegingen. Een kindermuseum, speciaal voor kinderen. Veel meer ruimte voor de collectie onder de titel Oranjes, waarin we van alles uitleggen. Wij staan in de Oostvleugel, de oude 17e eeuwse Oostvleugel van het paleis. Wij komen net uit de 21e eeuwse uitbreiding onder de grond. En wij wandelen hier de ruimte voorbestemd binnen. En in dit deel van de vaste tentoonstelling De Oranjes gaat het over het feit dat de Oranjes hun hele leven onder een vergrootglas liggen. Bij hen is alles zowel persoonlijk als publiek. En dat wordt heel goed geïllustreerd door dit citaat van koningin Juliana dat je op de tegenoverliggende wand ziet staan. Waarin zij zegt, op het moment dat zij 25 jaar koningin is, voor iedereen is dat grievend. Dat je niet als een mens wordt benaderd, maar als een object. Dus zij voelt zich zowel mens als object. Wat was de eerste functie van Paleis Het Loo? Nou, het is gebouwd aan het eind van de 17e eeuw als jacht- en zomerpaleis voor koningsstadhouder Willem III en zijn vrouw. En die hebben dit paleis gerealiseerd met daarachter een hele mooie tuin. En door de eeuwen heen is het altijd een zomerresidentie in jachtpaleis van de Oranjes geweest. En nu? Nou, en op een gegeven moment is besloten om dat het een museum zou worden. Dus tussen 1977 en 1984 is het gerestaureerd, is het weer helemaal teruggebracht naar de 17e eeuwse situatie. En in 1984 hebben we onze deuren geopend, al voor het eerst. Gaat u de koning toch nog aanbieden dat hij nog wel een nachtje mag blijven logeren misschien? Nou, de koning is natuurlijk altijd welkom, ook om een bepaalde ontvangst te organiseren. Maar het is nu echt een paleis, niet langer van de koning, maar voor het publiek.